achter wiebelen. Dus naar voren toe en naar achteren. Dus rustig van voor naar achter. Dus mijn armen lekker los, benen los, schouders los. Beweeg rustig van voor naar achter. Ja, dat is toch prima. Jenny, zou jij zo meteen de airco misschien uit kunnen doen? Ja. Dus dat denk ik wel lekker. En kijk of je van de buitenrand van je voeten, dus de voeten eigenlijk naar buiten klapt en naar binnen klapt. Gewoon rustig, de voeten naar buiten en naar binnen. Ik moet echt een hand op meenemen die ik dan op het matje kan leggen, waardoor jullie het beter kunnen zien. Dus voeten naar buiten, voeten weer terug, rustig naar binnen. Lukt het, Nanda? Nee, anders doe je in de chat even als je hulp nodig hebt, dan kunnen we je misschien op afstand loodsen er doorheen. Rustig beweeg je. Oké. Wat we gaan doen is, we gaan onze rechtervoet gaan we even naar achter zetten. Dus we gaan alleen de teen op de vloer zetten. Dus de voorvoet eigenlijk. En we zoeken even de stretch op in die onderkant voet. Dus we zoeken de stretch op in die voet. Dus je hebt op deze manier, strek je goed uit. Verleng jezelf, maak je lang. Schouderbladen achter. Ik zie hier een bal in de kerstboom hangen. Nou, ik moet het even lezen. Er staat op, zonder jou is er geen bal aan. Nou, ik ben blij dat ik jullie van zo zie, maar liever gewoon bij ons hier zo. Je mag je teen, je wreef eigenlijk op de vloer plaatsen. Misschien zoek je steun, dus je wreef op de vloer. En je maakt eigenlijk de lengte. Dus je voelt eigenlijk de stretch in die wreef. En misschien ook dezelfde arm van hetzelfde been. Strek je naar achteruit. Misschien zoek je even ergens steun. Verleng je door naar achteren, omdat je even die hele voorketenlijn eventjes daar stretcht. Juist. Maak die lengte daarin. Prima, breng hem rustig terug en draai die voet maar even. Oh, draai die voet maar lekker los. Draai de andere kant op. Prima. Ben ik dat goed te verstaan voor iedereen? Ja, stop. Draai de andere kant op. Tenminste, de andere kant gaat het andere been. Dus je hoeft niet te draaien als je maar het andere been doet. Dus we gaan eerst die tenen in de vloer zetten. En we proberen dus het lichaam zich naar voren te brengen. En proberen echt stretch te zoeken op die onderkant voet. Een klein beetje bij die tenen. Misschien wil je de voet wat dichterbij zetten. Misschien moet je hem wat verder weg zetten. Dus voor iedereen is dat weer net even anders. Dus in ieder geval, je krult je tenen eigenlijk in de vloer nu nog. Ja, dus dat je eigenlijk meer op deze manier staat. Oké, dan plaats je de wreef op de vloer. Dus je tenen door naar achter. Je maakt eigenlijk die lange lijn rond naar voren. Toen als dat oké vindt, strek je ook dezelfde arm op dezelfde kant aan. En voel je, maak je even die hele voorste keten stretchen. Dus maak hem lang, schoudersbladen laag achter. Prima. Rustig je arm terug en draai je voet maar lekker los. Draai de voet de andere kant op. En ook hier de knie even los. Draai de andere kant op. En rustig omhoog. Draai de heupen los. Probeer hem echt van zijwaarts, voorwaarts, zijwaarts, achter te gaan. Draai de andere kant op. Breng even je handen aan in de onderrug, vingertoppen naar beneden, misschien iets hoger zetten. En wat gaan we doen is alleen maar even kleine stukjes bouncen. Alleen maar kleine stukjes bouncen. Duw in die onderrug, kleine stukjes om eigenlijk even dat allemaal wat losser te maken. Kleine stukjes wat voor jou oké voelt. Bouncen. Voelt dat niet oké, blijf je gewoon die cirkels maken met die heupen. Knieën mag je wat buigen, duw dat bekken, kleine stukjes, bounce even erin. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. En oké, je schouders lekker los. Inademing voorop, uitademing achter. Inademing voor en misschien neem je nog wat meer dat hele lichaam mee. Ja, dat is niet alleen de armen, de schouders, maar misschien ook die knieën wat buigen. Maak je dus eigenlijk die cirkelbeweging. Ja, wat voor jou oké voelt. Laatste keer naar achter. En dan rustig draai je naar voren toe. Dus ook hier. Kun je eventueel je benen meenemen. Een beetje meer het hele lichaam verder warm maken. Losmaken eigenlijk meer. En oké. Mag je de voeten
niet te breed neerzetten, maar goed krachtig neerzetten. En je armen gaan we even lekker zwaaien. En misschien dat je de benen wat meer bij meebuigt. Dat je iets meer activiteit daarin creëert. Lekkere stukjes daar zo heen. Prima. Dan blijf je rustig doordraaien, maar de knieën stoppen met de beweging. Dus dan merk je de heupen stoppen meer, dat die armen misschien nog even rustig doorzwaaien. Totdat ze ook in het midden helemaal tot rust komen. Prima. Tenen voet iets smaller. Zit potjes breed. De tenen recht voor de hielen recht naar achter. Rustig je rechteroor op je linkers, richting, nou, op je linkerschouder wat of ver. Rechteroor, rechterschouder, linkerschouder, linkeroor, linkerschouder, richting. Dus je kunt je oor er naartoe brengen, maar je kunt er ook voor kiezen om je andere oor proberen te liften. Dus dat je krijg je nog iets meer lengte. Rustig de andere kant op. Dus je kunt proberen je oor naar je schouder te brengen. Maar je kunt ook je aandacht brengen naar je oor. Wat je lift omhoog. En dan rustig door naar de andere kant. Dan voel je nog wat meer stretch in die zijkant. Laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste breng je rustig in het midden. Maak je rustig een roll down en roll up. Schouders ontspannen, armen ontspannen. Wervelvol, wervel. Rol je naar beneden op. Beneden aangekomen, rol je weer wervelvol, wervel omhoog. Als je rechtop staat, mag je rechtop blijven staan. Pak we weer de duimvingercheck. Duim op je onderste rib. Middelvinger op je heupbot. Dus die harde botten hier bij de heupen. Zo'n neutrale positie staan, dus bekkenbovenspier actief, rits actief. Van een broek die net te klein is, scoop je navel in en onder je rib, hebben we een neutrale positie. Maken we de rug hol, wordt je afstand groter, maken we de rug bol, wordt je afstand kleiner. Dus we houden neutraal, dus hij gaat niet veranderen in de beweging. Zet je rechterbeen uit, maak hem goed lang, draai hem uit vanuit je bekken in pilatenstand. En dan liften, het andere been staat recht naar voren toe. En we liften dat been langzaam aan kleine stukjes. Verleng je goed, dus hij mag langzaam liften. Hij mag iets lager, Lilian. Je mag hem wat lager houden, juist. En daar ligt hij. Probeer hem iets nog meer uit te draaien. Vanuit je bekken nog iets meer uit te draaien, juist. Laatste vier. Langzaamaan. Laatste drie. Laatste twee. Eén. En tempo. Korte kleine stukjes. 10. Activeer. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Strek je armen naar voren uit, langs je heupen. Maak de 100. Kom maar aan. Armen langs je heupen en met benen uitgestrekt in pilatenstand. En maak maar de 100. Krachtige beweging. Vel actief, rits actief. 10. Maak hem lang. Juist. 9. 8. 7. 6. Verleng, verleng. 5. 4. 3. Vingers niet helemaal te krampachtig, hè? 2. 1. En rustig zet je hem neer. Maken we weer één keer een roll down en een roll up. Wervel voor wervel. En dan wisselen we rustig van benen. Dus eerst activeren, schouderbladen achter, duim, vingercheck. Correctief strek je linkerbeen uit, draai hem uit in pilatenstand. En daar ook daar mag je weer liften. Langzaam aan kleine stukjes. Verleng hem, strek hem uit. Prima. 10. 9. 7, 6. Blijf activeren en blijf verlengen. Maak je lang. 3, 2 en tempo. Korte kleine stukjes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Houd hem stil uitgestrekt en maak maar de hand met krachtige beweging. Slaan op het water. 10. Vingers tegen elkaar, maar niet heel krampachtig. Hè? Dus je mag ze, ja, zijn wel tegen elkaar, maar wel losjes. Niet dat ze helemaal stijf op spanning staan. 10. 9. Welke? 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En rustig terug. Prima. Mag je aan de achterkant van je mat gaan staan? Mag je rustig weer de roll down maken? Tenen recht naar voren, hielen recht naar achter. Maak je rustig de roll down, werf of verwerf. Moet je daarbij je knieën bij buigen, is dat prima. Roll, loop je rustig over de mat door naar voren toe. En wat we gaan doen is, we gaan alleen maar hier naar down doen. Dus we duwen onze heupen naar achter.
En even naar plankpositie, schouders boven de handen core actief. Dus je duwt je heupen naar achter, hamstring stretch. En terug boven de handen. Die wissel je rustig af. Laatste 10. En je benen buigen als je achter in die downdog gaat. 9, want je heupen naar achter is prima. 8. 7. Laatste 6. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. Dan mag je hier achter even blijven. Blijf je daar. En dan loop je rustig met die knieën. Klein met de knieën, kleine stukjes bewegen. Even je heupen los. Schouders ontspannen. Laatste 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en rustig de knieën op de vloer. Handen onder de schouderlijn, knie onder de heupen, ellebogen naar binnen, lop. Yes, dan mag je hier even rug bol en je rug wat holler maken. Maak je rug bol en rustig je rug wat holler. Rustig rug bol, maak hem wat holler. Rustig door, laatste 4, laatste 3, laatste 2 en de laatste. Dan mag je recht blijven staan. Bekken boven, spier actief, rits actief, scoop je navel in, laat je knieën tegen elkaar. Handen goed onder de schouderlijn, strek je rechterbeen over de vloer uit. Dus je gaat eerst je teen achter in de vloer zetten. Je bekken blijft recht naar beneden, dan pas lift je dat rechterbeen op, zodat er geen verandering in die rug is. Kijk of je de linkerarm kunt uitstrekken. Yes. En kijk of we dan rustig, zonder dat de rug verandert, de knieën en de ellebogen naar elkaar toe kunnen trekken en weer uitstrekken. Dus die knieën, ellebogen naar elkaar toe en strekken maar uit. Zie je stabilisatie, gelijk core-activatie al. Laat je hoofd niet hangen, strek je arm in en strek hem uit. Verleng hem. Rits actief, schouderbladen achterhalen. Annemiek, ik zie jou niet, hè, maar wellicht is dat de bedoeling. Laatste 4. Hij kan zo'n oefening gelijk gewoon af. Hè? Dat kan je hem altijd zo meteen verzetten. Laatste 3. Laatste 2. En houd hem uitgestrekt stil. Schouders weg. Hè? Schouders weg bij je oren. Verleng jezelf. Zoek die stabilisatie. Verlenging. Lilian, je mag je been iets lager brengen. En verder wegstrekken. Juist. Probeer maar verder weg te strekken. Uit elkaar. Je armen en je benen. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En breng rustig je heupen door naar achter. Even door naar achter, wat we wisselen. Kijk, heel goed dan, Nick. Breng opnieuw je handen onder de schouderlijn, knie onder de heupen. Dat moet ik de andere zijde maar eerst neerzetten. Dus knieën bij elkaar. Bekken boven, spier actief, rits actief, scoop je navel in. Ellebogen naar binnen, lok. Strek dan eerst je linkervoet over de vloer uit. Hou de stabilisatie erin. Lift dan je been. Kijk dan of je je rechterarm kunt tillen. Langs je oor. En dan ook hier weer inademing, trek in. Uitademing, strek uit. Inademing, trek in. Uitademing, strek hem uit. Verleng hem zo lang mogelijk. Maak hem zo lang mogelijk. Hoofd in het verlengen van je ruggenwerven houden. Ja, zo probeer echt weg te strekken van elkaar vandaan. De armen, die benen en weer terug. Prima. Laatste 10. Mooi, maak lang. Laatste 9. Laatste 8. Rustig, hè. Is mijn telling anders dan je ademhaling. 7. Dan pak je gewoon je eigen ademhaling. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Steek hem goed weg. Laatste 2. De laatste, hou hem even stil, maak hem helemaal lang, verleng, strek je uit, mooi, rits actief. Lilian, je mag iets meer nog je schaambod naar je navel trekken. Alsof ik mijn hand op je onderrug plaats, dan duw je je buikspieren iets naar mijn hand toe. Dus als ik mijn hand op jouw onderrug plaats, zou plaatsen, dan duw je je buikspieren net iets naar mijn hand toe. Juist, dat is een verleng. 4, ja sorry voor de rest, 3, kan je hem lekker lang vasthouden. 2, en rustig ontspannen. Prima.
Even door naar achter. Als je daar aan toe bent, mag je rustig op je rug afrollen. Wellicht de camera's ook weer goed neerzetten. Als je op je rug ligt, mag je het rechterbeen uitstrekken, linkerbeen is gebogen. Pak lekker je rechtervoet vast. Eerst even pointen en flexen. Dus even pointen en flexen, weer even daar die stretch op zoeken. Tenen uitstrekken, voel het meer richting schenen, schouders ontspannen. Trek je tenen naar je knie toe en duw je hiel van je vandaan. En voel je meer naar die hamstring, achterkant bovenbeen, ook kuit wellicht. Duw je hiel echt van je vandaan. Prima, point je teen weer, strek je been goed uit. Plaats je hand op je bekken. Linkervoet, laat je de knie iets naar buiten vallen. Of zet je het zelfs wat verder weg, maar in ieder geval gaat het wat naar buiten. Rechterbeen is uitgestrekt en maken we de leg circles. Dus kijk welke cirkels je kunt maken zonder dat het bekken meebeweegt. Dus goed die core blijven activeren. Maak hem ook zo lang mogelijk. Je wil echt cirkels tekenen op het plafond, dus maak hem echt lang. Schouders breed, nek is lang, kin is bij. Maak je lang. Laatste vier. Strek hem weg. Laatste drie. Laatste twee. En draai rustig de andere kant op. Maak hem goed lang, verleng. Laatste vier. Kleine cirkels, misschien wat groter, mits je dat bekken helemaal stil blijft. Drie. Twee. Kom zo lang mogelijk. 1. Breng dat been weer recht naar voren. Klein beetje uitgedraaid houden, rechterbeen. Mag je linkerbeen weer gewoon neergebogen neerzetten. Gaan we het rechterbeen laten zakken tot onder de andere knie. Maak hem daar lang, dan gaan we hem laten zakken. En gaan we hem weer omhoog brengen. Geflexed naar beneden, gepoint omhoog. Maar hij blijft dan onder je andere knie. Dus maak hem lang, strek hem uit. Core actief. Verleng. Laatste 10. Maak hem zo lang mogelijk. Je zult merken als je het been probeert weg te strekken. 9. Met kracht omhoog wil duwen, dat je veel meer activatie hebt dan dat je hem gewoon alleen maar lift. Laatste 6. Laatste 5. Maak hem lang. Prima. Kortie. Hij blijft onder je andere knie, Lilian. Dus hij gaat tussen je enkel en je knie bewegen. Dus hij is onder je andere knie. Hij komt niet boven je knie uit. Juist. 2. Want dan voel je ook meer je bovenbeen. En houd hem stil. Op weer bij de kuitpoint. En flex alleen maar 10. 9, 8, 7, 6, 5, kort die 4, laatste 3, laatste 2, 1, en zet hem rustig neer en schud hem even lekker los. Prima, mag je de linkerbeen uitstrekken. Eerst even vastpakken, eerst weer even pointen en flexen. Belangrijk om die spieren weer op lengte te maken, los te maken. Tegen point houden, strek hem goed uit. Schenen, vreef. Trek je teen naar je knie toe, duw je hiel van je vandaan. Point hem weer. Zet je rechtervoet iets verder van je vandaan. Wellicht in ieder geval gaat die rechterknie wat naar buiten toe. Strek je linkerbeen goed uit. Hè? Dus je kunt hem hier houden. Je probeert hem echt zo ver mogelijk uit te strekken. Iets uit te draaien. En ook daar teken je weer de leg circles. Schouders breed op de vloer. Blijf die bekkenbovenspier activeren. Alsof je naar wc moet nog even vast moet houden. Trek die rits weer aan. Die rits van de broek die net te klein is. Van je schouder tot je navel trek je die rits omhoog. En scoop je navel dan in en onder je ribben wat omhoog. Dus niet helemaal naar je grond toe, maar een beetje richting ruggen werken. Draai rustig de voeten af of de benen eigenlijk de andere kant op. Maar vanuit het bekken weer, vanuit die lengte daar. Alsof je zo'n soep, lepel in, zo'n snacksoep aan het draaien bent. Dus echt lang geactiveerd maken. Laatste 4. Laatste 3. Maak hem lang, strek hem weg. Laatste 2. 1. Houd hem weer goed uitgestrekt. Zet je rechtervoet weer goed krachtig neer. Laat dan je linkerbeen zakken. Die gaat weer tussen de knie en de andere enkel bewegen. Dus hij blijft weer onder de andere knie. Inademing gepoint op en uitademing geflexd terug. Inademing gepoint op en uitademing geflexd terug. Alsof je met kracht weer iets omhoog moet duwen met kracht weer terug. Nek is lang, kin is bij je. Goed blijven activeren.
laatste 10. Maak hem langer. 9. Laatste 8. Laatste 7. Laatste 6. 5. Laatste 4. 3. 2. De laatste. Houd me stil, alleen maar point en flex. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En zet hem rustig neer en schud lekker los. Oké. Breng je bekkenbovenspier actief, rinsactief. Stoep je navel in. Breng je één been op van 90 graden. Hou je core actief. Dus zorg ervoor, misschien je hand op je buik. Dat je voelt als je het andere been er ook bij brengt, dat die buik niet naar buiten komt. En dat is heel moeilijk. Dus waarschijnlijk voel je dat die buik toch iets naar buiten gaat, of hem iets uitzet. En dat klopt omdat dit gewoon een hele zware oefening is. Dat is echt flink trainen, wil je dat voor elkaar krijgen. Maar het gaat erom dat je voelt als er dat gebeurt, en dat die buik naar buiten zet, dus opzet, of misschien dat je loslaat, of vanuit je rug gaat werken. Dat we dat tijdens oefeningen niet willen creëren. Dus weet, als je dat krijgt, dat je nog meer die buikspier moet activeren en anders de beweging kleiner moet maken. Hou de knieën weer in lijn met je heupen. Strek dan je benen uit een pilatesstand. Dus de hielen tegen elkaar vanuit je bekken open draaien. Lift de romp op, arm langs je heupen. Strek je benen wat verder van je vandaan. Lift de romp op en maak de 100. Krachtige beweging slaan langs je benen. Voor de 100, voor het rondpompen van het bloed door je lichaam, mochten we nog niet warm genoeg zijn. Rijd hem ver weg, dus 100 Sabine. 100 kleine felle stukjes, actief 10. Verleng 9. Borstbeen over je ribben 8. 7. 4. 3. Armen mogen er om en om zonder dat de romp meegaat. 10. 9. 8. Maak lang, hè? Maak die armen lang. 7. Benen goed in pilates, dan draai ze uit. 6. 4. 3. 2. En rustig de knieën bij de borst. En draai rustig de andere kant op. Prima. Breng je benen weer in een hoek van 90 graden. Knieën boven de heupen, core actief, rits actief. Yes. We gaan de serie 5 doen. Lift de romp op, schouderbladen van de vloer af. Pak je rechterscheen vast. Je handen nooit in elkaar vouwen, gaan we trekken. Maar op elkaar of onder elkaar. Strek je linkerbeen uit. Linkerbeen in pilatesstand. Duw je linkerbeen tegen je voet aan en je voet tegen je been aan. Dus zoek je oppositie op. Lift de romp op, schouderbladen van de vloer af en wissel. Elk in- en uitademing is een beweging. Dus inademing, uitademing, koortje. Inademing, verleng. Uitademing, maar lift die romp op. Inademing, verleng. Uitademing, strek hem weg. Inademing, maak lengte. Lift die romp goed op. Uitademing, maak hem lang. Inademing, lift die romp goed op. Laatste 10. Laatste 9. Prima. Laatste 8. Borstbeen over je ribben willen vouwen. 7. Juist, mooi. Laatste 6. Laatste 5. 4. Laatste 3. 2. 1. En rustig de knie weer bij de borst. Dus dat is altijd je rustmoment. Hè? Want op het moment dat we de voeten steeds op de vloer zetten, moeten we steeds die zware oefening vanuit die rug, vanuit de buik, maar wat we vaak uit de rug gaan trekken, omdat die heel zwaar is, terugbrengen. Dus daardoor kun je beter hier even ontspannen. De double straight leg stretch. Tenen bij elkaar, knieën een klein beetje uit elkaar. Maar in ieder geval niet breder dan je schouders. Lift de romp op, handen hier. Of hou je handen onder je hoofd als je alleen de benen uitstrekt en weer intrekt. Hè? Dus dit kan ook uitstrekken. Benen in pilatesstand en terugtrekken. Je kunt er ook voor kiezen om je benen stil te houden en alleen maar de armen cirkelbeweging te maken. Dat is ook oké. Het gaat erom dat die schouders hoog blijven, zodat we geen beweging in de romp krijgen. Dus inademing maakt lengte, uitademing terug. Inademing maakt lengte, uitademing maakt terug. Inademing maakt lengte, uitademing maakt terug. Inademing lengte, schouder van de vloer, uitademing terug. Inademing maakt lengte, uitademing brengt. Laatste 4, til die romp goed op, juist. Laatste 3, laatste 2, en de laatste, rustig weer de knieën naar de borst, prima.
Gaan we door naar de lowering. Strek je de benen weer hoog in pilatenstand uit. Je handen weer een beetje overgang van je nek naar je hoofd. Lift de romp op. Duw je hoofd op tegen je handen. Dus je handen tegen je hoofd, maar je hoofd op tegen je handen. Waardoor je dus die beschaming in die nek krijgt. En meer activatie in de core. Strek je benen goed weg. Je hoeft niet je hoofd te ondersteunen, maar vaak is dat voor veel mensen wel prettig. Lift die romp goed op. Breng rustig je benen naar beneden en weer rustig om. Ja, dus verleng inademing van je vandaan. Uitademing rustig. Inademing van je vandaan. Uitademing rustig. Goed de lengte maken. Lift die romp op. Meer dan de schouders van de vloer af. Juist. Borstbeen over je ribben. Benen. En probeer die benen niet te ver terug te brengen. Hè? Dus maximaal tot rechtop. Maar in principe mag je daar zelfs nog een beetje voor blijven. Dus dat je hem continu op spanning houdt. Laatste 10. Verleng tenen wegpointen. Benen in pilatenstand. 9. Juist. Kun je nog meer Miranda? Je borstbeen over je ribben vouwen. Nog iets optillen. Juist. Mooi. Ik weet dat wordt zwaarder. Hij ziet wel goed zo. Laatste 4. En Nanda ligt een beetje in een wazige omgeving. Dus ik zie je wel, maar ik zie je ook weer net bijna niet. 3. Core actief. Laatste 2. En de laatste. Dan mag je rustig weer je knieën naar de borst. De single straight leg stretch. Trek je benen weer uit. Pak je handen weer in een bedje. Of onder elkaar bij je rechterkuit. Lift de romp op. Strek je linkerbeen goed uit. Ruim uit op je laatste stand. En duw je kuit tegen je hand aan en je hand tegen je kuit. Als je de romp opgetild hebt, dan voel je gelijk de stretch in je hamstring. Nou, dat is de beweging ook. En dan gaat het been wat van ons vandaan gaat, maak een verende beweging. En dan wisselen. 2, 1, 2, 1, 2. Lift de romp op. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Verleng. 1, 2, 1, 2. Maak je zo lang mogelijk. Strek je weg. Prima. Maak hem lang. Laatste 4. Laatste 3. Juist. Laatste 2. En door met de single beweging. Go. 10. Single. 9. Maak je benen langer. 8. 7. 6. 5. Strek hem weg. 4. Lift op. 3. 2. 1. En rustig de knieën bij de borst. Alleen de crisscross nog. Hè. Gaan ze straks uiteindelijk allemaal nog achter elkaar doen. Maar doe eerst wat anders ertussen. En dan gaan ze natuurlijk ook korter. Je handen, benen weer hoek van 90 graden, tafelpositie, handen weer in een bedje. Overgang van je nek naar je hoofd. Lift de romp op, uitademing rotatie naar de knie die naar je toe komt. De andere been strek je goed uit. En inademing weer in het midden, core actief. Uitademing rotatie. Inademing, verleng. Uitademing, strek hem uit. Inademing, schouders van de vloer af. Uitademing, volledige rotatie. Inademing, terug. Uitademing. Inademing. Maak je benen lang. Strek ze goed weg. Laatste 10. Til die schouders op. Laatste 9. Laatste 8. 7. 6. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. Breng rustig op. Spreid je misschien je armen even de knieën samengebogen naar één kant. Als je dat prettig vindt. En dan rustig wissel je. En breng hem rustig. Zet eerst de voeten comfortabel dicht bij de billen. Voor de shoulder blades. Je voeten, één voet ertussen maximaal. Mag wel smaller, liever niet breder. Armen langs zij. Liefst je handen open naar de boven. Zodat je ook je schouders breed op de vloer houdt. Dat je niet vanuit je handen gaat duwen. Dus je voeten comfortabel dicht bij je billen. Dus comfortabel dicht bij je billen betekent nog net oké aanvoelend. Knieën actief omhoog. Bekkenbovenspier actief. Rits actief. Adem in. Lift alleen maar eerst de billen van de vloer af. Dus de onderrug blijft op de vloer en de billen komen een heel klein stukje van de vloer af. En ik moet niezen.
En dan wervel voor wervel duw je vanuit je benen en je billen jezelf omhoog. Dus niet vanuit je rug, maar je wil vanuit, het is echt een verschil, dus niet vanuit je rug omhoog, maar vanuit je billen, benen. Breng je dat bekken verder omhoog, duw je de bovenbenen van je vandaan. En het mooie, heb je een mooie skischans gecreëerd. Schouders breed, nek is lang, kin is bij. Dus verleng jezelf, maak je goed lang, stek hem uit. En daar blijven we staan. Wat we daar gaan doen is alleen maar eerst op die tenen gaan staan. Kleine stukjes op de tenen. Hou die billen goed actief. Dus eerst je ene voet weer terug op de vloer voordat je de andere voet gaat optippen. Activeer, verleng, strek je goed uit, billen actief. Wil je wat intenser maken, kun je de armen boven je schouder en het plafond uitstrekken. Dus hou die billen goed actief. Duw je bovenbenen van je vandaan zonder dat het bekken van verdraait of eentje lager gaat dan de andere. 10. 9. Hou die billen goed omhoog. 8. 7. 6. Annemiek, misschien zie ik het verkeerd, maar het lijkt erop alsof je voeten iets dichter bij je billen kunnen. Maar dat weet ik niet zeker. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. Ga alleen door of kijk of je om en om de knieën kunt uitstrekken. Controleert hem. Je moet hem eerst terugzetten. Met de knieën naast elkaar in dezelfde lijnen. Strek hem uit. Breng hem terug. Strek hem uit. Breng hem terug. Hou die billen wel hoog. Hè? Die billen gaan niet zakken. Houd hem geactiveerd. 10. Juist, hou die billen lekker omhoog. 9. 8. Strek hem weg. Billen omhoog. 7. 6. Blijf je bovenbenen wegduwen. Laatste 5. Landa billen iets hoger. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En dan tillen we het rechterbeen op. Breng hem al iets naar buiten. Breng hem terug en buig hem weer terug op de vloer. Dus lift het andere been op. Breng hem iets naar buiten. Breng hem weer terug naar de middenlijn. En zet hem weer terug op de vloer. Maar dat bekken blijft hoog stil. Dus dat bekken gaat niet veranderen. Dat bekken verandert niet. Die billen blijven goed omhoog. Juist. Dus lift hem op. Lift dat been op. Breng hem iets naar buiten zonder dat het bekken inzakt. Breng dat been eerst gestrekt terug naar de knie. En dan pas zet je hem neer. Dan wissel je. Juist, die billen mooi hoog. Mooi, Lilian, ook goed. Ik hoop dat met Sabine ook alles goed gaat. Miranda, probeer je billen wat iets hoger te houden. Juist, dat is hem mooi. Verleng hem en anders blijf je gewoon weer met die hielen om en om optillen. Laat ze 10 tellen en weet, genoeg is genoeg. 9. 7. 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En breng dan rustig eerst je voet op de vloer, wervel voor wervel terug naar de vloer. Zonder pauze. Bekkenbogen speelt actief, rits actief. Breng je één been op 90 graden, tafelblokpositie houden. Daar lift het andere been erbij. Hielen tegen elkaar, lift de romp op. Handen bij de schenen, niet in elkaar vouwen, op elkaar. Strek hem uit. Inademing en uitademing. 10. 9. 8. Strek hem weg. 7. 6. 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. Laatste gelijk door met de double straight leg set. Tenen bij elkaar, knieën uit elkaar. Inademing verleng. 5 keer. Inademing maak lengte. Uitademing terug. Inademing maak lengte. Uitademing terug. Inademing maak lengte. Uitademing terug. Laatste keer. Inademing maak lengte. Uitademing terug. Strek je benen naar boven uit een pilatesstand. Handen bedje. De lowering. Strek je schouders, lift je schouders op. Laat de benen weer zakken. 5 keer inademing. Uitademing weer rustig terug. Inademing. Nog 4. Point je tenen. Uitademing rustig terug. Laatste 3. Maak hem lang. Strek hem weg. Breng hem weer rustig terug.
Laatste twee. Lift erop op, juist. De laatste. En door met de single straight leg stretch. Kuit vast, trek je linker been uit. Dus 1, 2, lift erop op. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Maak lang. 1, 2, verleng. 1, 2, 1, 2. Lift erop goed op. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. Door met de single beweging. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 en de crisscross. Handen in de bekje overgang. Lift de romp op. Uitademing, rotatie. Inademing, terug. Uitademing, rotatie. Inademing, weer terug. Uitademing, rotatie. Inademing, weer terug. Uitademing, rotatie. Inademing, weer terug. Uitademing, terug. Laatste 4. Til die schouders op. Laatste 3. Laatste 2. En de laatste. En rust. Prima. Strek je benen over de vloer uit. Ik weet, we hebben net die buikspieren twee keer al intens gedaan. Dus misschien is het al even voldoende, die buikspieren. Kijk of je door roll up en een roll down kunt maken. Dus de benen goed uitgestrekt. Start je uitademing. Maak je rustig de roll up. Rol over die benen door. Pak die stretch naar die nek, vol schouders laag. Inademing, verleng je wervel op. Breng je rustig met een rechterrug iets naar achter. Ga je eerst die bilspleet naar beneden. Dus die bilspleet. Die gaat tandwiel voor tandwiel. Dan gaat die onderrug rustig naar beneden. Rustig daar. Inademing. Start je uitademing. En in die uitademing maak je rustig de roll up. Door naar voren weer. Pak die stretch op. Doen we nog één keer. Maak je rustig de roll down. Strek hem dan goed uit. Maak je rustig weer de roll up. En mag je even naar voren blijven bij die handen. Verleng hem maar. Dus als je voor bent, mag je voor blijven. En dan mag je voor blijven hoor. Amiek met die stretch even zoeken. Schouders ontspannen, nek is lang. En rustig breng jezelf op je zij. Zullen we onze rechterzijde pakken? Mag je de elleboog... Nou, plaats je hand maar eerst. Plaats je hand maar in de lijn met je de mat. Knieën aan de lijn van de mat. Dus je handen en knieën zijn in één rechte lijn. Dan gaan we voor de zijkant. Hakken goed naar je billen toe, want daar kun je steun op zoeken. Dus als je hakken wat verder van je vandaan brengt, ga je wegglijden. Dus je hakken goed naar je billen. Hand in de lijn met je knieën aan de rand van de mat. Duw jezelf uit je schouder en je hand staat iets verder aan je schouder. Want als we nu ons billen gaan optillen, ons bek gaan optillen, komt die schouder al veel meer boven die hand. Ja, dus dan hebben we een mooie rechte lijn. Plank voor je, plank achter. Dus niet de billen naar achter. Strek je bovenste been eventueel uit. Of als je dat wil, mag je hem ook met twee gestrekte benen doen. Dus kies voor jou de optie. Betaal je aan een elastiekje. Ga met een elastiekje, trek jouw lichaam naar beneden. Een elastiekje, trek je lichaam omhoog. Dus breng hem rustig naar beneden toe. En maak die bolling eroverheen. Dus nou rustig naar beneden. Schouders laag. Uitademing eroverheen. Yes, rustig. Dit is uitademing, hè? Dus inademing. Uitademing maak je kleiner. Inademing maak je lengte. Voel je de stretch. Uitademing, trainen. Zorg ervoor dat die billen niet naar achter gaan, dat je ook niet de vloer aantikt. Hè. Je blijft contact houden. En duwen, dan blijft het bekken goed naar voren duwen. Laatste 4. Laatste 3. Weet je geen kroon krijgt, ja Lilian. Laatste 2. Het kan ook altijd op de elleboog, hè, maar als je maar wel de laatste. En dan gaan we die triple puls. 1, 2, 3 en omhoog. Dus 1, 2, 3. En omhoog. 1, 2, 3. Optie is als je zegt, nee, dat gaat niet. Oh, ik word een beetje wazig. Dan ga je zijwaarts naar één kant. En omhoog. 1, 2, 3. En omhoog. Ga gewoon door die beweging. Nou, ben ik niet meer wazig. Dan ben ik weer terug. Laatste 4. Laatste 3 was het eigenlijk al. Hè. Laatste 2. En de laatste. En rustig touchdown.
Blijf je voeten aan dezelfde kant houden. Dan gaan we eerst inademing verlengen. Gaan we naar die voeten toe rijden voor de stretch. Breng hem rustig terug. Elleboog maak je lang. Strek hem over. Prima. Door naar de andere zijde. Hand aan de rand van de mat. Knie aan de rand van de mat. Hakken goed naar je billen toe. Bekkenbovenspieractieve rits actief. Je hand iets verder in je schouwlijn. Duw je bekken weer omhoog. Duw je bekken naar voren. En het elastiek trek je taille weer naar beneden. Het elastiek trek je taille weer omhoog. Maak maar die bollen. Dus rustig naar beneden. En breng hem maar weer omhoog. Prima. Uitademing naar beneden. Inademing verleng. Uitademing naar beneden. Inademing weer verleng. Strek hem uit. Uitademing naar beneden. Inademing weer verleng. Niet die billen naar achteren. Die randen bekken blijft naar voren. Je gaat echt tussen die planken in de zij. Dus niet die billen naar achteren gaan duwen. Alsof ik achter je sta. Je kan gewoon niet naar achteren toe. Prima. Voor mij zijn sommige beelden zijn al vertekend. Hè? Voor mij kan niet heel goed de diepte natuurlijk echt zien in op beeld. Dus misschien dat ik wat zeg dat je zegt, ja, maar dat is helemaal niet aan de hand. Dan luister je gewoon niet. Laatste vijf. Prima. Maak hem goed lang. Strek hem goed uit. Laatste vier. Ja, dus ga dat niet op die hand of op die elleboog. Laatste drie. Dan kijk je of je hem op deze manier kunt doen. Goed uitstrekken. Verlengen allebei de zijdes en dan die zijwaarts. Laatste twee. De laatste, dan mag je door naar die triple pulse. Dus 1, 2, 3 en uit. Rits actief. 1, 2, 3 en omhoog. 3, 2, 1 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 en omhoog. Laatste 3. Prima. Laatste 2. Laatste. Rustig breng je weer terug. Je voet op elkaar. Inademing verlengen. Uitademing eroverheen. Breng hem rustig terug. Mag je weer rustig terug naar die eerste zijde. Dus naar de rechterzijde. Maar nu mag je op je elleboog steunen. Elleboog ook iets onder je schouderlijn weer. Ook daar weer goed uitstrekken. Als dit nou helemaal niet gaat, dan ga je plat op je zij liggen met twee benen lang uitgestrekt. Alleen dan pak je nog maar één zijde. En als we op deze manier doen, pakken we en twee zijdes en we pakken de taille mee en een stuk schouderarm. Dus je pakt wel veel meer. Maar beter iets kunnen doen, hè, dan dat je niets kan doen. Of dat je gaat forceren. Dus luister altijd naar je lichaam. Dus duw jezelf weer uit. Dan benen zijn weer gebogen. Duw jezelf op. Strek het bovenste been uit en lift inademing gepoint op en uitademing geflexed. Inademing gepoint op en uitademing geflext. Of je nou plat op je zij ligt of op die knie steunt, duw je bovenste been weer weg van jezelf. Dus maak je weer langer. Je andere hand is in je zij. Op het moment dat je op de vloer staat, ga je automatisch een draaiing naar voren maken. Dus je andere hand is in de zij. Dus alleen je been lift. Inademing gepoint op, uitademing geflext. Maak hem goed lang. Strek hem echt ver weg uit. Ik ga even kijken dichterbij op het scherm. Verleng jezelf. Maak je lang. Trek hem weg. Onderste been ook, Miranda. Helemaal lang op de vloer. Uitstrekken en lang maken. Duw hem op de vloer. Lilian, ik zie het niet helemaal goed. Ben jij al plat op de vloer gaan liggen? Ja, dan moet je mag je onderste been helemaal uitstrekken. Ja, dus dan is je onderste been ook helemaal lang. Ik zie, doordat je ook wat in donker ligt, zie ik het niet helemaal goed. Laatste vier. Maak je goed lang. Laatste drie. Laatste twee. En houd hem alleen maar stil en point en flexen met je tenen. 10. 8. 7. Alleen maar point en flexen met je tenen. 6. Maak hem lang. 5. 3. 2. 1. En rustig ontspannen terug. Prima. Wil je jezelf rustig op? Mag je doordraaien naar de andere zijde. Je elleboog weer. Elke zijde is anders. Dus kijk altijd, probeer maar altijd eens even. Je kunt altijd nog terug gaan naar die andere, naar de plat op de zij. Benen goed gebogen, hak naar de billen. Bekkenbovenspieractieve rits actief. Scoop je navel in. Lift jezelf op. Strek je bovenspieren weer uit. Inademing gepoint op en uit. Inademing geflexed. Dan maak
Inademing gepoint op, uitademing geflex weer terug. Inademing gepoint op, uitademing geflex weer terug. En je bek is van de vloer af. Hè? Dus als je. Lilian, lig je nou met je billen op de vloer, zei? Als dat. Ja, oké. Okay, ja, prima. Zo is hij omhoog. Dat zo mag hij inderdaad. Inademing gepoint op, uitademing geflex weer terug. Hou je bek ook hier naar voren gericht. Inademing verlengen. Ook hoofd in het verlengen. Dus niet naar je tenen gaan kijken. Maak je lang en anders ga je plat op de zij door. Laatste 10. 9. Laatste 8. Laatste 7. Strek hem goed uit. Laatste 6. Laatste 5. Laatste 4. 3, 2, en houd hem stil, mooi lang gepoint, flexen, pointen, flexen, 10, maak hem lang, duw jezelf uit, elleboog weg, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en ontspan, prima. Even lekker los wellicht. Mag je rustig als je eraan toe bent op je knieën en op je handen komen. En de triceps push-ups doen. Dus je handen onder de schouderlijn. Elleboog gaan ook recht naar achter. Elleboog gaan niet naar de vloer toe. Hè. Elleboog gaan langs je lichaam naar achter. Doordat we onze rug naar voren brengen. Dus bekkenbodemspier actief, rits actief. Scoop je navel in. Breng je longrol naar voren toe. Maak die. 3 steps push-ups en duw jezelf op. Core actief. Yes. 10. 9. Prima. 8. 7. Laatste 6. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Zorg ervoor niet met je bekken, hè, Miranda. Dat zit je niet. Je bekken naar beneden gaat brengen. Echt de romp en ons minder ver. Laatste 2. Ik zei nog net, neem je minder ver. En dan mag je plat op je buik komen liggen. Mag je allemaal plat op je buik komen liggen. Je mag plat op je buik komen liggen, Annemiek. Annemiek, je mag lekker plat komen liggen. Yes. De armen mag je op deze manier handpalmen naar boven toe. Op je billen plaatsen. Ja, dus je handen naar boven. Yes. Wat we zo meteen gaan doen is je mag je wang neerleggen, maar het liefst je voorhoofd. Dus misschien wil je daar wel een kussentje onder leggen onder je voorhoofd. Moet je even kijken. Bekkenbodemspier actief, rits actief, scoop je navel in. We gaan zo meteen eerst alleen maar de armen lichten. Ja, dus dan krijgen we een release, bepaalde delen, bepaalde spieren, maar ook juist een aanspanning van andere spieren. Core actief, billen zacht van buiten. Daarna gaan we kijken of we de romp ermee op kunnen liften. En de derde ronde kunnen we even op de benen erbij lichten. Ja, dus we gaan eerst alleen de armen. Bekkenbodemspier actief, rits actief, scoop je navel in. En alleen maar de armen liften. 10. Kleine stukjes. Prima. Maak ze lang. Dan trek je schouder aan elkaar naartoe. 9. Je voorhoofd op de vloer. 8. Prima. 7. Laatste 6. Laatste 5. Zijn de handpalmen omhoog gericht naar het plafond? 5. Laatste 4, laatste 3, laatste 2 en eventjes rustig naar de vloer. Gaan we de volgende sessie doen en kijk dan of je alleen de armen blijft doen of dat je ook de romp mee omhoog neemt. Benen blijven nog op de vloer. Bekkenbodemspier actief, rits actief, scoop je navel in. Adem in, verleng en dan lift je weer rustig op en weer rustig naar beneden. Je mag je armen en je romp als één geheel optillen. En trek goed je elke keer weer terug naar de vloer toe en weer liften en weer een stukje terug naar de vloer. Verleng jezelf en maak je lang. Strek hem echt uit. Laatste 6. Prima. Laatste 5. Laatste 4. Laatste 3. Laatste 2. En ontspan. Kijk, als je liever een child pose wil voor je ontspanning even, om die rug even te ontlasten, is dat prima. Hè?
volgende sessie is, zo de laatste is of je arm alleen of alleen arm en romp of je benen ook meenemen. Dus kies dat voor jouzelf. Bekkenboven, spieractief, ritsactief, scoop je navel in, adem in, verleng. Uitademing, lift je armen, lift je benen en heeft al ook je romp, en heeft al je benen ook. En dan rustig weer terug naar beneden. Lift hem weer op, rustig weer terug. Lift hem op, rustig weer terug. Lift hem op, probeer niet die spanning op je nek te zetten. Hè. Laat je hoofd meegaan in de beweging van de romp. Laatste zes. Laatste vijf. Laatste vier. Laatste drie. Laatste twee. En de laatste. En prima, duw jezelf op handen en knieën. Breng jezelf even naar achter naar child pose. Even naar de ontspanning knieën. En mag je rustig weer op je zij komen liggen, op je rechterzijde. Mag je het rechterbeen strekken en je linkerbeen gebogen neerzetten. En dan eventueel het linkerbeen eroverheen en dan vastpakken met je linkerhand. Je rechterbeen is gestrekt, teen naar je knie toe getrokken. Je hebt een dienblad van je voet gemaakt. Dus je dienblad moet een paar kopjes koffie, moet erop kunnen blijven staan. En dan gaan we het onderste been liften, langzaamaan. Inademing, point op. Of hou maar in dezelfde positie. Lift hem op. En ik heb mijn hoofd omdat ik naar jullie wil kijken. Maar in principe lig je met je hoofd natuurlijk ook in de verlenging van je rugwervel. Dus op je arm, maar voor mij ligt dan mijn hoofd te laag. Dus dan moet ik mijn arm buigen. Hè. Dus liever niet op deze manier. Hè, want dan heb je die knik in je nek en dat wil je niet. Dan neutraal ook daar. Dus lift hem op. Alsof je hier met kracht omhoog duwt en met kracht weer terug gaat. Langzaam. Houd hem van de vloer af. Activeer adductoren binnenkant bovenbeen. Laatste vier, laatste drie, twee, een kleine, hele kleine, felle stukjes, tien, maak hem lang, negen, acht, zeven, prima, zes, trek hem weg, vijf, duw je heel ook weg, hè, vier, drie, twee, en weer langzaam, blijf daarmee doorgaan, in die langzame zeg je, ik wil hem intenser, dan kom je, zet je been achter, kom je op je elleboog, duw je ook weer je bekken van de vloer af en lift je hem dan op. Dus dat is je optie nu om hem wat intenser te maken. 10. Doet niemand mee? 9. 8. En anders blijf je gewoon eens op die zij liggen. 7. Been eroverheen. 6. En op die manier. 5. 4. 3. Pak je gelijk de stets ook vaak mee van het linkerbeen en tempo. Korte kleine stukjes. 10. Maak hem dan. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en rustig draaien door naar de andere zij. Kijk even of je gewoon doordraait of dat je hem helemaal omdraait omdat je anders niet meer in de camera kunt kijken. Oké, de andere zijde weer recht goed op je zij. Goed je hoofd op je arm leggen hoor. Bovenste benen gebogen overheen, kun je rechterhand, kun je rechter enkel vastpakken om wat te stabiliseren. Via de achterkant, via de voorkant, juist. En onderste been, maak je echt lang. Het onderste been strek je uit, maak je lang, trek je tenen naar je knie toe, maak weer een dienblad van je voet. En je tenen naar je knie toegetrokken. En dan duw je de hiel van je vandaan en dan lift je hem weer. Alsof je weer met kracht iets omhoog moet zetten en met kracht weer iets moet terugbrengen. Dus activeer, maak hem lang, verleng hem, strek hem weg. Goed lang, duw je heel weg. Dus echt je heel blijven wegduwen en met kracht iets omhoog duwen. 10,
Langzaam. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Trek je teen naar je knie toe. Laatste 3. Laatste 2. En tempo. Korte kleine stukjes. 10. Maak je lang. Verleng. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Maak hem lang en ga rustig langzaam door. Voor de mensen die hem online verder kijken of dat je hem weer nog een keer gaat doen, kun je het bovenste been even tot de achter neerzetten. Jezelf opduwen vanuit je elleboog, billen van de vloer en dan het onderste been lichten. Ja, dus dat is je optie. Langzaam aan. 10. Zonder dat je kramp krijgt. 9. 8. 7. En dan is je billen Lilian van de vloer af als je op die elleboog gaat steunen. Dan lift je de billen van de vloer af. Juist, en dan lift je hem op. 4. Dat is de intensere houding. 3. Prima. 2. En weer tempo. Korte, kleine, felle stukjes. Laatste 10. 9. 8. Stek hem weg. 7. Maak hem lang. 6. 5. 4. 3. 2. En rustig ontspannen. Prima. Mag je lekker komen zitten. Kleermaker zitten. Je weet, ik ga geen kleermaker zitten, dus ik zit op mijn knieën. Maar jullie mogen lekker kleermaker zit maken. Even een verhoging onder je billen. En anders kom je ook op je knieën. Dus adem in, verleng uit. Dan plaats je rechterhand bij je linkerknie. En raak de rotatie. Maar zet je andere hand achter. En probeer niet je armen achter te brengen, maar meer je schouderbladen naar elkaar toe te draaien. En lift de romp op. Adem in, verleng, uitademing terug naar het midden, naar de andere kant. Adem in, naar eerst verlengen en uitadem, roteer door naar de andere kant. Schouderbladen laag. Breng rustig terug naar het midden. Adem in, verleng, uitademing. Maak je die bolling weer alsof iets aan je navel toe komt waarvoor je weg wilt duiken. Dus niet inzakken, maar wegduiken. Adem in, borst open, koor actief. Uitademing, maak je weer. Inademing, verleng. Uitademing, maak je weer de bolling. En de laatste keer, adem in, verleng. Blijf hier, schouderbladen achter, rits actief. En dank jezelf weer dat je weer hier bent geweest. Ik dank jullie wel. Ik ga de rest even uitzetten en ik kom weer bij jullie terug.